De suikerbietencampagne is weer in volle gang. Vond de oogst in andere jaren meestal onder zeer ongunstige weersomstandigheden plaats, dit jaar vergezelde een stralende zon de landarbeiders die de bieten rooien met een even typisch als praktisch schopje. Het loof wordt op de akker al van de bieten verwijderd, maar men laat het niet verloren gaan, want het is een uitstekend veevoeder. Hier en daar gebeurt het rooien machinaal. En ook dat is te danken aan het uitzonderlijk mooie weer. Als de grond drassig is, zakt zo'n zware machine namelijk weg in de vette klei. Voor het opladen van de bieten is nog altijd mankracht nodig. En voor het transport maakt men op de akker veelal gebruik van paardentractie. De overigens zo geduldige paarden kunnen niet wachten tot die bieten klontjes zijn geworden. Ook zij hebben het dit jaar niet zo zwaar, want op de droge grond kunnen ze het werk makkelijk af. Met paard en wagen, per auto of per schip worden de bieten naar de fabrieken vervoerd die dag en nacht werken om er de suiker uit te halen. De totale suikerbietenoogst zal dit jaar naar schatting ongeveer 2,5 miljoen ton bedragen. Met de daaruit verkregen suiker zal de behoefte in ons land waarschijnlijk voor ongeveer 90% gedekt kunnen worden. Het zijn geen